Probleem oplossen en probleemgestuurd leren wordt vaak met elkaar verward. Wat houden de begrippen in en hoe kun je je vorm aan geven in jouw les? Deze video gaat over probleem oplossen en over probleemgestuurd leren. Probleem oplossen of problem solving is het toepassen van reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Het oplossen van een probleem verloopt volgens 4 fasen. Fase 1 is het probleem begrijpen. Fase 2 is een plan bedenken. Fase 3 is het plan uitvoeren. Fase 4 is terugkijken. Als leraar kun je je leerlingen helpen om beter te worden in problemen oplossen door het stappenplan van Barton te gebruiken. Voor succesvol problemen oplossen en probleemgestuurd leren is het als leraar belangrijk om te zorgen dat je leerlingen het probleem dat je ze voorlegt ook echt als hun eigen probleem gaat zien. Alleen dan gaan ze gemotiveerd aan de slag om het probleem op te lossen. Bedenk een prikkelend probleem aan de hand van misconcepten en maak gebruik van motivatietheorieën. Wil je meer van deze video's zien? Klik op subscribe voor meer korte video's of ga naar het kanaal van de Meester in Leren om de volledige video te bekijken.